Sweetpoint teelt de zoete puntpaprika's. Wij vermarkten ze ook zelf binnen retailkanalen. Waar wij dan tegenaan lopen, wat het lastig is om de juiste mensen binnen de kanalen te bereiken. En wij zochten naar ondersteuning met de juiste content om goed te kunnen vertellen wat we doen. En ook om de juiste mensen in de kanalen te bereiken. Dus wij willen echt wel bekend staan als de thought leader binnen puntpaprika. En op die manier minder inwisselbaar zijn in de hele markt. Vanuit mijn zoektocht naar inbound marketing kwam ik bij Content Experience uit. En op die manier zijn wij het traject gestart. En dat is vanuit een kleine workshop is dat alleen maar meer geworden. Ze hebben uiteindelijk de websites voor ons onder hun hoede genomen. Dus de hosting van de websites. En daar worden we regelmatig blogs gepost die we dus in samenwerking met Content Experience schrijven. En vanuit dat zijn er eigenlijk alleen maar meer producten ontwikkeld. En we kunnen daarin snel schakelen en dat is gewoon voor mijzelf heel prettig werken. De campagne heeft ons opgeleverd dat wij meer traffic naar de websites hebben gekregen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat we het zoekgedrag kunnen analyseren. Maar ook kunnen zien wie onze website bezoekt en wie onze blogs leest. Want dat is natuurlijk voor ons heel belangrijk. Met een kleine specifieke doelgroep willen we natuurlijk wel dat ons verhaal bij de juiste doelgroep ook terechtkomt. Content Experience is een bureau wat meedenkt. Ik zie er zelf als marketeer een groot voordeel bij dat ik dus toch als backup een copywriter heb, een designer heb, mensen die ervaring hebben met websites, analytics en daardoor mij als marketeer beter kunnen laten functioneren. Ja, one-stop shop, zeg maar. Ik kan heel veel van mijn opdrachten bij één partij kwijt en dat werkt gewoon prettiger dan dat je natuurlijk met teambureaus moet schakelen. Als ik een opdracht heb die morgen klaar moet, dan is het even een belletje en dan plannen ze dat in. Vaak dezelfde dag al en dat vind ik erg prettig.